En uit de oven zien de schaaltjes er zo uit. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise. Misschien ken je mij van mijn eigen creatieve YouTube-kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik een leuke DIY voor je met polymeerklei. En polymeerklei kun je gebruiken voor verschillende projecten. Je kunt er je eigen sieraden van maken of sleutelhangers. Maar wij gaan aan de slag met een schaaltje met een beetje een marble effect. Voordat ik je laat zien hoe we dat gaan doen, laat ik eerst even zien welke spullen ik hiervoor gebruik. Ik vond bij Action deze grote set met polymeerklei. Hier zitten echt heel veel verschillende kleuren in, zoals je ziet. Maar ik kwam ook diverse kleine setjes tegen die wat meer op kleur, thema bij elkaar zitten. Dus je hebt hier bijvoorbeeld paars. Dit setje heeft allerlei blauwe kleuren. Dan heb ik eentje met wat neutrale wit, beige, grijs en zwart tinten. Hier een setje met wat meer bruin en okergeel, dat soort tinten. Dan heb ik nog een set met allerlei groentinten. En als laatste vond ik er eentje met diverse rood en roze tinten. Dus het is maar net wat voor kleuren jij wil gebruiken. Ik denk dat ik een beetje voor een herfstig tintje ga. Dus dat ik wat meer die neutrale, misschien wat groen of oranje ga gebruiken. En mocht je je schaaltje straks ook nog glansje willen geven, dan zou je eventueel vernis kunnen gebruiken. Dit is glanzende vernis op waterbasis acryl. Dus ik denk dat dat goed zou moeten werken op polymeerklei nadat we het hebben afgebakken. Er is ook nog een matte variant in de winkel te vinden. En mocht je uiteindelijk aan de slag willen gaan met vernis, dan zijn kwasten ook wel heel handig. Genoeg gekletst, laten we beginnen. Ik heb een placemat op tafel neergelegd en ik heb hier mijn set met klei. Ik denk dat ik als eerste met deze kleur ga werken. Ik heb ook een mesje gepakt zodat ik stukjes klei kan afsnijden. En ik heb hier een glazen potje. Die gaan we straks gebruiken als deegroller. Je kunt natuurlijk ook een gewone deegroller gebruiken als je die hebt. Maar ik dacht, ik laat ook even zien wat je kunt met materialen die waarschijnlijk iedereen wel in huis heeft. En als je wel een gewone deegroller gebruikt, doe er dan een beetje folie overheen. Vershoutfolie, zodat de deegroller die je misschien normaal met koekjesbakken gebruikt, niet ook sporen van klei heeft. Op de achterkant van de verpakking zie je ook een aantal ideeën wat je met polymeerklei zou kunnen doen. Ja, wij gaan vandaag dus een marmer schaaltje maken. Maar dit zijn ook leuke dingen om inspiratie uit te halen. De klei zit eigenlijk in één bakje met allerlei vakjes daarin. Ik denk dat het wel handig is dat wanneer je klei hebt gebruikt uit deze set, dat je het daarna in een luchtdicht bakje bewaart in plaats van dat je het terugstopt in de doos. Anders heb je kans dat de klei uitdroogt en dat wil je natuurlijk niet. Ik wil een beetje van deze karamelkleur hebben. Zo. En ik denk ook een klein beetje zwart en wit. Deze kleur wil ik als basis gebruiken, dus daar neem ik het meeste van. En van zwart en wit neem ik een klein beetje. Ik denk dat ik van zwart het minste neem, omdat dat natuurlijk vrij overheersend is. Ik denk dat ik hier de helft van ga gebruiken en misschien pak ik straks de andere helft er wel bij. Maar dat is toch altijd gaandeweg een beetje ontdekken hoeveel je nou eigenlijk nodig hebt. Klein beetje wit en een nog kleiner stukje zwart. De stukjes die ik niet gebruik, die leg ik voor nu even aan de kant. En misschien dat we ze er straks alsnog bij pakken. Dan gaan we als eerste de klei een beetje soepel maken, want het is nog vrij hard in het begin. Ik ga het eerst gewoon een beetje kneden. Je zult merken dat door het kneden en door de warmte van je handen de klei steeds wat soepeler wordt. En ik denk dat ik toch ook maar het tweede stukje van deze kleur erbij ga pakken. Dat kneed ik ook even door. Als je klei dan wat soepeler is, dan gaan we het uitrollen. Gewoon zo met je hand er vlak overheen, zodat je eigenlijk een soort boomstam krijgt. Een soort rolletje. Die rollen we helemaal uit. Een soort slang van klei wordt het eigenlijk. Ik ga deze door midden snijden, zodat ik er twee heb. Deze leg ik even aan de kant en dan gaan we hetzelfde doen met de witte klei. Dus die kneden we ook eerst weer een beetje door. Ik denk dat ik daar ook maar een extra stukje bij pak, omdat we natuurlijk nu ook meer van onze basiskleur hebben. En ook deze rollen we uit. Ik wil hem eigenlijk net zo lang als die karamelkleurige rolletjes hebben. Dus ik vouw hem even nog een keer dubbel en rol hem opnieuw uit. Ja, nu heeft hij wel een aardig goede lengte. Ja, en datzelfde doen we dus ook met de zwarte klei. En
ga ik hier ook nog een stukje aan toevoegen. Ik denk misschien wel een heel klein stukje. Ben ik ook benieuwd hoe het uitpakt als we hem nu al gaan rollen. Ik wil namelijk dat zwart het minst overheersend wordt. En dat is natuurlijk al een hele donkere kleur. Dus misschien houden we dit ook wel expres zo dun zoals hij nu is. Zo. We gaan het gewoon eerst zo proberen. En anders hebben we nog meer klei. Dan kunnen we daar altijd nog een variatie mee maken. Of het opnieuw proberen als we dat willen. Dat is ook het leuke aan creatief bezig zijn en knutselen. Soms pakt het precies uit zoals je het in je hoofd had. En soms wordt het iets compleet anders. En soms wordt het zelfs leuker dan dat je het in je hoofd had. Ja, soms is het ook gewoon leuk om te kijken hoe het precies gaat uitpakken. Waar je precies uitkomt. Oké, we hebben nu een aantal van die rolletjes. En ik ga ze een beetje door elkaar leggen. Een beetje om en om. Zo, en dan druk ik ze een beetje tegen elkaar aan. Dat de uiteindes tegen elkaar aan zitten. Zo. Dan pak ik ze met z'n allen op. En dan ga ik het draaien. Een beetje zoals zo'n spekkie, zeg maar. Als je de kleuren door elkaar heen hebt gedraaid, dan gaan we ze nog een keer rollen. En zo vermengen de kleuren zich ook wat meer. Vermengt de klei eigenlijk met elkaar. Het lijkt nu meer een beetje op een soort zebra. En ik rol net zo lang totdat hij bijna twee keer zo lang is als dat hij net was. Als je kleirol dan twee keer zo lang is, dan leg je hem zo naast elkaar neer. En dan draaien we hem nog een keertje. Nou, dit rollen we nog een keer uit. En ik weet niet of jullie het ook goed kunnen zien, maar je ziet al steeds meer een beetje dat marmer effect. Het wordt steeds subtieler. In plaats van dat het echt dikke zebrastrepen zijn, gaat het steeds meer door elkaar. Ik denk dat ik diezelfde stap nog een keer ga herhalen. Dus ik vouw hem weer, of ik leg hem weer langs zichzelf en dat draai ik weer door elkaar. En dit kun je eigenlijk zo vaak of zo weinig doen wat jij maar wilt, totdat je het effect krijgt wat je mooi vindt. Ik twijfel of ik nu al doorga naar de volgende stap of dat ik hem nog één keer door elkaar draai. En ik denk dat ik dat laatste ga doen. Maar in plaats van dat ik hem dubbel vouw, vouw ik hem in drie delen. Zo. Leg ik weer tegen elkaar aan. Ga ik hem nog één keer twisten. Zo krijg je verschillende kleuren klei op verschillende plekken. Nog één keer uitrollen. Ja, en van zebra zijn we eigenlijk een beetje naar tijger gegaan, als ik het zo zie. Als je tevreden bent met hoe de kleuren door elkaar zitten, dan mag je de kleislang, noemen we het maar, oprollen. Eigenlijk een beetje tot een soort koffiebroodje, tot een soort kaneelbroodje. Oh, die vind ik zo lekker. Passen ook goed bij de herfst. Een beetje als een soort slak. Nou ja, je rolt het in ieder geval op zoals ik het je nu laat zien. Ziet er al leuk uit zo, hè? Die kleuren door elkaar. Dan maken we er een bal van. En dat kost niet heel veel moeite. De klei is al heel soepel geworden. En als je die bal hebt, dan is het tijd om je deegroller, of in mijn geval je glazen potje erbij te pakken. Zorg dat die stofvrij is, want anders druk je het stof in je klei en dat wil je niet hebben. En hiermee gaan we onze klei uitrollen. Je ziet de kleuren al heel tof door elkaar gaan. Dat ziet er toch gaaf uit? Zorg ervoor dat je lapklei niet te dun wordt, want dan wordt het geen stevig schaaltje. Dat zou ook jammer zijn. En pak hem dan voorzichtig op. Kijk, die kleuren, dat effect, dat is echt heel tof geworden. Als je tevreden bent met je lapklei, dan zijn er eigenlijk verschillende dingen die je kunt doen om er een schaaltje of een bordje van te maken. Je zou bijvoorbeeld een glazen potje of een koekvorm kunnen gebruiken om er zo een cirkel uit te drukken. Je zou ook een bakblik voor cupcakes kunnen gebruiken en daar je klei overheen leggen. De klei die je dan overhoudt, die hangt over de rand heen en dat wordt uiteindelijk de opstaande rand van je kommetje. Want als je hem afgebakken hebt, dan pak je hem er zo af en dan heb je dus een schaaltje met een rand. Maar ik ga het op een andere manier doen en daarvoor heb je aluminiumfolie nodig. Het lijkt mij wel leuk om voor een asymmetrisch schaaltje te gaan. En om daar een mooie rand voor te creëren, knijp ik eigenlijk de zijkanten een beetje zo bij elkaar. En zoals je ziet, ik heb natuurlijk een klein stuk klei, dus dit wordt ook een klein schaaltje. Wil je een groter schaaltje maken, dan kun je natuurlijk gewoon meer klei gebruiken, zodat je schaaltje groter wordt. Oké, ik heb een beetje die vorm bedacht die ik wilde. En om die vorm in de oven te behouden, ga ik mijn aluminiumfolie daar een beetje tegen aanvouwen.
probeer hem weer een beetje op diezelfde manier bij elkaar te knijpen. En ik zorg er dus voor dat onder elk hoekje een stukje aluminiumfolie het schaaltje ondersteunt. Let op dat je niet met je nagels in het klei prikt, want dat zul je natuurlijk blijven zien als je schaaltje straks afgebakken is. Ik vind de vorm zelf zo wel heel leuk, lekker asymmetrisch en een beetje retro. Dus ik ga deze op deze manier in de oven doen. Op de verpakking van de polymeerklei staat dat de klei in 10 tot 15 minuten afgebakken moet worden in de oven. En dat is op 120, 130 graden. En let op, laat de klei goed afkoelen als het uit de oven komt. Ik wil je ook graag een van de andere manieren laten zien, dus ik maak nog een schaaltje. Dit keer gebruik ik als basis oranje, weer een beetje wit en deze donkerroze kleur. En ik denk dat het bij elkaar wel een mooi herfstig effect krijgt. Misschien voor het marmer effect ook nog een heel klein stukje zwart. Ik gebruik ook iets meer klei dan de vorige keer, omdat ik nu een iets groter schaaltje wil maken. Even een tip tussendoor. Als je nou hebt gewerkt met bepaalde kleuren en je wil daarna met hele andere kleuren werken en je wil vooral niet dat die kleuren door elkaar lopen, maak dan tussendoor je placemat of je ondergrond en je handen even goed schoon, zodat je geen sporen zwart in je lichtroze schaaltje krijgt, om maar een voorbeeld te noemen. Ook van deze kleuren maken we dus weer van die rolletjes. En van de oranje maak ik er twee, want dat wordt mijn hoofdkleur. Van de roze heb ik er ook twee. Misschien kan ik één van de oranje nog wat meer uitrollen, dat ik er drie heb. Dan kunnen we de kleur zo meteen iets makkelijker verdelen. En het is niet erg dat die rolletjes dan iets dunner zijn. En als laatste wit. En ik denk dat ik van wit ook twee dunne rolletjes maak dit keer. Nu gaan we de kleuren weer tegen elkaar aanleggen en dan doen we om en om. Rol ik ze allemaal naar elkaar toe. Druk vooral de uiteindes een beetje tegen elkaar aan. Zo. Ik denk dat ik deze witte toch even hier naartoe verplaats. Zo, nu hebben we best veel rolletjes. Tijd om ze door elkaar te draaien. Ik vind het op dit gedeelte altijd zo op snoep lijken. En dan rollen we dit. Ik vouw hem weer dubbel. Dan draaien we hem opnieuw. En ook dat rollen we weer uit. En deze stappen herhaal je dus zo vaak als je wilt. Ik vouw hem een keer in drieën. En ook dat draai ik weer door elkaar. En als je tevreden bent over het patroon, dan rollen we de klei op. Oeh, op sommige plekken is de kleur zelfs een beetje paarsig geworden. Ik vind het heel mooi. We maken er weer een bal van en die rollen we uit. En probeer niet alleen omhoog en omlaag te rollen, maar ook een beetje van links en naar rechts. Zodat je elk stuk klei hebt gehad. En dan verdeelt de klei zich ook mooi. En als je luchtbelletjes ziet, maak ze dan nu kapot. Anders zie je dat straks terug als je klei in de oven is geweest. Je kunt dit dus met elke kleur maken die je wil. Als jij liever een blauw marble effect hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Of gewoon zwart en wit. Of juist alleen maar hele vrolijke kleuren. Het is maar net wat jij wilt. Kan allemaal. Je ziet al, bij mij is deze klei iets donkerder geworden. Omdat ik hier toch wat langer mee bezig ben geweest met het rollen. En de kleuren nog een keer door elkaar doen. Ja, dat zie je dus wel terug. Dus als je het minder donker wil of minder gemengd wil hebben, houd daar dan rekening mee dat je het iets minder lang moet kneden. Je kunt dus een glas of een glazen potje of een koekvorm gebruiken om hier een mooie cirkel uit te steken. Je kunt hem ook gewoon zo over de cupcake vorm hangen. Maar dan wordt hij dus iets minder perfect rond. Het is maar net wat je wil. Als je een vorm gebruikt, druk het dan goed aan en haal al je overige klei weg. Het kan soms helpen om nog even door de vorm heen te snijden. En de klei die je overhoudt, die kun je natuurlijk weer gebruiken voor een ander project. Zoals een sleutelhanger of misschien je eigen sieraden. Dit is onze cirkel. Hij heeft nog een paar ruwe randjes, die snij ik er een beetje van af. Wees voorzichtig met een mes en vraag hulp als je dat nodig hebt. En voorzichtig pakken we onze klei. Oeh, we willen de vorm niet te veel. Oh, en ik duk de vorm een beetje in. Oeps. Probeer het zo voorzichtig mogelijk te doen. Je kan de randjes eventueel nog een beetje aandrukken. Als je bijvoorbeeld nog wat stukjes klei hebt die uitsteken en je wilt dat niet hebben. En als je dan tevreden bent, dan pakken we de cupcakevorm erbij. En daar hangen we de klei overheen. En bedenk goed, de kleur die er tegenaan legt, of de kant die je er tegenaan legt, dat wordt de binnenkant van ons schaaltje. Zo.
En dan vouw je voorzichtig de zijkanten eromheen. En dan kan het dus op deze manier de oven in. En uit de oven zien de schaaltjes er zo uit. En ik moet je eerlijk zeggen, na de eerste keer was ik toch niet helemaal tevreden. Ik vind ze heel erg leuk en het effect is goed te zien. Maar ik vond ze toch ook best heftig geworden. Dus hier heb je dan ook nog twee, ja, net even iets vrolijkere, kleurrijke varianten. Dat is toch net iets meer mijn ding. Maar zo zie je ook maar dat je dus echt, ja, het kan aanpassen naar jouw smaak. Je kunt de kleuren zo veel blenden en zo weinig blenden als je wilt. En ook qua vorm kun je ze dus helemaal aanpassen zoals je wil. Je kan ze wat meer gepinched maken, zoals deze schaaltjes. Of juist meer zoals je van een schaaltje bent gewend. Ja, en als hij dan af is, dan is hij perfect om bijvoorbeeld kleine dingen in te bewaren, zoals oorbellen of ringen. Ik vind de schaaltjes zelf mooi zoals ze nu zijn, maar je kunt ze dus nog extra glanzend of juist extra mat maken met een laagje vernis. De keuze is aan jou. Het vergt misschien een klein beetje oefening om de schaaltjes te krijgen zoals jij ze wil, maar het is heel leuk om uit te proberen. En een tip van mij, kneed je klei goed voordat je hem in de eindvorm doet, want anders krijg je luchtbubbels. Ik hoop dat ik je ook vandaag weer een beetje heb kunnen inspireren met deze DIY. En lijkt het je nou leuk om misschien andere DIY's met polymeerklei te zien of gewoon andere DIY's te zien? Geef deze video dan een duim omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en laat me nog even weten, als jij aan de slag gaat met deze DIY, welke kleuren zou jij gebruiken? Laat het weten in de comments hier beneden. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!